Ik ben een man zonder talent, zei Walter Gom. Het was een warme zomeravond. We zaten op het achterbalkon van zijn tweekamerwoning. Walter droeg een korte bontjas, leren handschoenen en een blauwe pet met oorkleppen. In de binnentuinen was het stil. De meeste bewoners waren op vakantie. De achterblijvers lazen een tijdschrift of lagen lusteloos op het droge gras. Als kind zat ik op klarinetles. 3 dagen. Toen zei de leraar, ik heb veel geluiden uit de klarinet gehoord, maar dit lijkt nergens op. Ik nam een slokje water. Walter keek stoïcijns voor zich uit. Zijn huid was bleek. Ondanks het mooie weer meet hij de zon alsof het zijn aardvijand was. Het tekort aan vitamine D dat hij als gevolg daarvan had opgelopen, vulde hij aan met pillen. Zwemles heb ik ook gehad. Eerst oefenden we de schoolslag op een bankje. Daarna gingen we het water in en moest de badmeester mij van de bodem vissen. Op een kleine tafel in zijn keuken stonden 55 potjes vitamine en andere voedingssupplementen. Elke ochtend, nadat Walter om 6 uur was opgestaan, ging hij in zijn pyjama aan de tafel zitten en slikte uit ieder potje een pil. Daarna at hij een zoete druif om de wrange smaak uit zijn mond te spoelen en kroop hij weer in bed. Zo leven astronauten ook, verklaarde hij. Tijdens een ruimtereis heb je geen tijd om ziek te worden. Waarom zouden wij op onze reis met minder genoegen nemen?